zijn vandaag in de intocht van Frans Ferdinand en Sophie Chautey. Ze gaan vandaag laten zien wat er is gebeurd in de Eerste Wereldoorlog, waardoor die is begonnen. En actie! Omdat Nederland zich niet snel genoeg overgaf. En Rotterdam werd gebombardeerd omdat zij grote havens hadden waarvan uit Engeland grote wapens konden vervoerd worden door vrachtschepen. Rotterdam is helemaal verwoest. We gaan naar een nieuw huis. Echt? Waarom? Nee, waarom? Omdat we geen plek hebben om onder te duiken. Waar naartoe? Naar het achterhuis. Oh nee, daar ben ik al mijn vrienden kwijt. Kom op, Margot, je vindt daar vast nieuwe vrienden. De volgende dag. Wat gaan we vandaag doen, pap? Naar het achterhuis. Zo, wat klein. Maakt het niet uit. We zullen weer een nacht blijven slapen. Oké. Okay. Die nacht. Kabam, kabam! Ah, wat is dat, man? Oh nee, doe maar rustig, meid. Oh mijn god, kom, gauw, er is oorlog. Stop je! En ze leefde nog lang en gelukkig, behalve Anne en Margot.
Amerika had hele eigen ruzie met Japan, omdat Japan heel Azië wou gaan veroveren. Ook had Japan de havenbasis van Pearl Harbor gesloopt, die van Amerika was. Amerika was al boos, omdat Japan al heel veel landen had veroverd. En nu nog meer, omdat Japan ook nog een hele belangrijke haven had gesloopt. Nu ging Amerika de atoombom gooien in Hiroshima. Amerika vindt dat het zo niet langer kan gaan. Ze moet Duitsland in de gaten houden. Zo'n oorlog mag nooit meer gebeuren. En Frankrijk is er helemaal mee eens. Maar de Sovjet-Unie vraagt zich af, wie wordt de leider? Wij worden de leider, zegt Amerika, want wij kunnen dat het beste. Maar de Sovjet-Unie wil ook de leider worden. Engeland vindt dat Amerika de beste leider kan zijn. Frankrijk zegt luid en duidelijk, we zijn eruit, Amerika wordt de leider. Ho ho, dit is geen goede oplossing, zegt Khrushchev. We moeten dit veel beter bespreken. Klopt, zegt de Sovjet-Unie. Maar Amerika wordt de leider, zegt Engeland. Nee, ik heb een idee. Als we Berlijn nou door de helft delen en daar een muur doorheen bouwen, dan is de ene helft van de Sovjet-Unie en de andere helft van de geallieerden. Amerika, Engeland en Frankrijk. Ja, een supergoed idee, zeggen ze allemaal tegelijk. Gewoon een eigen stuk land, roept de Sovjet-Unie blij. Nou, we schrijven geschiedenis, roept Khrushchev. Maak de muur maar 25 kilometer lang. Niemand mag meer naar de andere kant. Berlijn wordt van ons. Ha ha ha, zegt Khrushchev. Eerste Wereldoorlog. We willen nooit meer dat zoiets gebeurt. Daarom richten we de volgende mond op. Ja! Die zal zorgen voor vrede op aarde. Oh nee, er is oorlog. De Duitsers vallen ons aan. Help! Tweede Wereldoorlog. We vervangen de Volkenbond, want hun taak de vrede op aarde te bewaren is hun mislukt. Maar ons, de VN, zal dat niet gebeuren. Want als landen bij ons aansluiten, zijn we sterker. Ja! En vrede! En veel landen sluiten zich bij de VN aan. In de VN-veiligheidsraad zitten Rusland, VS, Engeland, China en Frankrijk met 10 andere landen.